Yo, kijk, we zijn hier tegen een nieuwe aflevering van When Ski Lifts Go Wrong. En ook meteen de laatste, want ik snap eigenlijk helemaal niks meer van deze game. En daarom, ik snap niet hoe die mechanics werken. En dat is mijn hele probleem. En doordat ik dat dus allemaal niet weet, kan ik eigenlijk dus gewoon niks doen in deze game. En dat is eigenlijk mijn hele probleem waar ik mee zit. Dus, en deze moet ik gewoon skippen, omdat ik gewoon de mechanics niet begrijp. Ik speel normaal nooit dit soort games. Ik kan eens bij oudere levels proberen, die ik overgeslagen heb. Main menu. Campaign. Hier heb ik een paar levels overgeslagen, zoals deze. Ik kan deze keer proberen. Hoppa, daar gaan we dan. Ietsjes hoger. Kijk, dit is, ik kan wel verder blijven gaan met een game die ik zelf niet snap. Als ik een game zelf niet snap, vind ik hem ook niet leuk. Dan zit ik naar een gameplay te kijken, waar ik zelf met tegenzin opneem. Een beetje erop te acteren en dat vinden jullie ook niet leuk. Geloof mij. Want ik begin langzaam steeds meer tegenzin te krijgen om deze game überhaupt op te moeten starten. Ook überhaupt nu, waar ik hem eigenlijk ooit gekocht heb. Oké, hij was misschien maar een paar euro toen. Waar ik hem toen vandaan heb gehaald. En de titel die sprak me eigenlijk gewoon aan. Totaal niet geen soort game dat het was. Gewoon gekocht. Van, yo, zou wel een leuk spel zijn. Ja, dat was het ook, tot ik het spel niet meer begreep. Hetzelfde als Polybridge, dat spel heb ik ook nooit gesnapt. Dus, dat ik deze missie even afmaak en dan zeg van... Hey, het was leuk geweest deze game. Maar, hell no, not again. Dat dacht ik als die hier mis zou gaan. Je ziet wel gewoon dingen gewoon doen. Wat gewoon niet de bedoeling is van de game. Weet eens, en die driehoekjes tekenen. Ja, dat is allemaal leuk en aardig. Dit kan ik ook gewoon... Ik zie hier een meerwaarde niet van in om dit op YouTube te zetten. Überhaupt deze hele serie niet. Op dit moment. Yay, level gehaald. Woehoe, I'm so proud of myself. Zo'n nutteloze game. Oh, dat was dit level. Deze level snapte ik dus ook niet 100%. Maar volgens mij kan ik ook gewoon letterlijk... Plaatje hout. Dit doen. En laten we runnen. Dit zou gewoon letterlijk al kunnen zijn. Maar de juiste materialen had. Gewoon een heel stuk eenvoudiger geweest. Maar ik ga die level niet eens proberen. Die ga ik toch niet halen. Wat ging hier allemaal mis? Oh, even een poging om binnen het budget te blijven, volgens mij. Oh, wacht, die moet ook maar een bepaald aantal dingen gebruiken. Dat was het. En daarna kwam ik hier toch niet uit. Ja, dat was hem, ja. Ja, nee, dit ga ik ook nog gewoon even nog niet halen. Nope. Wat ik nog wel eens wil proberen is wat nou precies de sandbox eigenlijk is. Misschien in de workshop zijn er wel leuke dingen. Misschien nog wel leuke dingen. Oké. Okay. Deze lijkt me wel grappig. Nou, is
op subscribe drukken. Zucht. Nou, downloading. Zo'n all-in-one level van, yo, ik doe het automatisch. Volgens mij wel. Nee, niet helemaal. Maar wel bijna. Wow. Kijk, zoals dit soort levels snap ik gewoon al niet. Ik snap die mechanics eigenlijk ook al niet. En daardoor haal ik dit soort spellen gewoon niet. Dus als je dit soort spellen heel erg interessant en leuk vindt, dan is het ook gewoon leuk om dat te spelen. Maar ik vind het gewoon niet interessant en daarom. You failed. Geen menu. Nog meer leuke dingen in de workshop staan. Nou, laat deze eens doen. Just trying. Kijk, als je de goede shit maar hebt. En die snap wat ze aan het doen zijn. En daar snap ik het dus gewoon niet. En dat is het hele dingetje. Zoals dit snap ik dus ook niet. Ze blijven gewoon hieronder gewoon hangen. Dat wordt in de tutorial echt gewoon niet uitgelegd. Ik heb gewoon letterlijk frame drops. Kijk, dit is me nooit uitgelegd hoe dat precies zit. And that's why I did not understand this game. Oké, laten we even eentje uit de workshop downloaden. En dan gaan we eens kijken wat er nog meer aan de hand is. Ach, up and down, die lijkt me interessant. Let's play! Oké. Die telt niet. Eens kijken wat dit nou voor rare is. Hetzelfde. Ik denk dat ik het game een beetje gebroken heb. Maar laat even een like achter, vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer bij een gloednieuwe game. Tot dan!